Daar hebben we Theo. Doe je wel de deur dicht, Jochie? Ja. Dan gebeuren er allemaal hele enge dingen. Welke kant gaan we op? Links of rechts? Nou, dat vind ik ook wel lekker. Je zit hier hoger dan normaal inderdaad. Ja. Ja, dan heb je gewoon goed overzicht. Maar ja, lijkt het jezelf ook niet prettig. Ja, krampenklasse. Ja. Hoewel de heenweg niet, want die heb ik zelf opgewaardeerd. Ja, ik had er helemaal niks van hem gehoord verder. Nee. Ik ging er inderdaad een beetje vanuit zo van het zon. Ja, want... Ik ben echt helemaal uit. Ja, ziet helemaal. En ook door het lopen. Ja. Er is niks waarvan ik zo ontspan in dit weekend als dat ik een weekend met mensen loop. Dat is echt... Nou, dat is een heel mooi gebied, hè. Oh, en je liep... Er was echt ook een pad dwars door... Door het water. Ja. Ja, ja. En dan had je aan weerskant had je vakantiehuisjes. Oh ja, ja, ja. Soms heel mooi. Nou, we hebben inderdaad toen ooit die kaart gekregen en die heb ik ook ingeplakt. Dus het kan best zijn dat daar wel het nummer op staat. Dat had ik in ieder geval even. Nou, toen woonden ze nog op die zaten foutjes voor. Weet het. Ja, nee, niet voor Circus Lijn, maar gewoon algemeen. Hallo, hier betaal ik geen 48 euro voor, hè. Dat duurde ook best wel lang. Jullie waren nog niet eerder daar geweest bij Circus Lijn? Nou, en dan inderdaad, sommige acts waren echt prachtig, maar je had tussendoor ook. Dus ja, wat heb je dan al met al? En dan, daarna was het ook nog een uur, dus ik denk, ja. Maar dat hadden eigenlijk de meesten wel, hoor. Ja. Die zeiden, ja, wel mooi, maar toch voor... En ik vond de muziek afgrijzelijk hard dit keer. Was. Wij hadden een van de eerste voorstellingen, nummer 2 of 3 geloof ik. Oh. Ja, wat dat betreft is Nederland eigenlijk ook zo'n leuk land. Dat zie je ook als je loopt door. Ja, Amsterdam is gewoon hartstikke leuk om een beetje. Yes, ja, oh, die kant op. Ja. Het is voor de Heineken. Ja. Lijn de afspraak. Ja, dat wordt allemaal niks volgens mij. Nee, dit gaat niet goed komen. Volgens mij wel. Ik weet niet of hier, het... Je mag het hier wel op. Ja, je mag het wel op. Oh, hij gaat aan. Okay. Ja, als we natuurlijk... Fokke Simonstraat, verdomd. Nou, het is niet te geloven. Dat had ik dus niet gedaan. Zoiets was het, hè? Ja, zoiets was het wel. Ja. Ik heb de sleutelbepaal niet meer in het slot. Ja. Maar het was in de hoek, hè? Sint-Antonius-school. Sint-Antonius-school. Ik zie het. Ik word er. Of er een bonnetje in ligt. Oh my. Zo, dat kan ik wel gaan. Ja. Ja. Oh, leuk hè. Ja, ik ook. Ik weet wel goed. Ik vind zo geweldig. Als hij alleen kijkt naar het bonnetje, dan kan je net goed een boodschap. Oh, dan maak je maar niet druk af en toe. Oh, nee hoor. Nee. Nee.
Oké. Nou, dat is makkelijk dan. Op een of andere manier heb ik daar toch een goed geheugen voor. Ik weet zeker dat het die is. Ja. Ja. Oh, oh, sorry. Ja, waar jij? Nou, hier moet het dan geweest zijn, hè? Ja. Zeker fietsen. We weten het niet helemaal zeker, maar we vinden het wel een echte wolkersdeur, zeg maar. Zeg. Ja. We vonden dit huis het beste bij jullie past in de straat. De sleutels zitten er net niet meer in. Maar nee. Wel een andere slot, trouwens. Je kunt je wel voorstellen dat Paul hier dronken lag, zo ongeveer. Dat kun je je wel goed voorstellen. En hecht u hier nu veel emotionele waarde aan? Nee, wij zijn misschien wel. Het schiet spontaan in mijn pantalon. Dat Lisbeth opgevouwen in de keuken zit of zo. Heeft u ook nog een levensmotto? Gelukkig de dag. Ja, morgen erbij. En zo. Super. Een beetje wezen, denk ik. Op de deur, daar. Ja. Het is inderdaad, nou, dat is gezellig, jongens. Ja. Gezellig met z'n tweeën wandelen, maar alleen als ze af en toe even moesten kijken, dan stonden ze bij elkaar op de kaart te kijken. En dan liep ze 5 minuten ongeveer op en dan liep hij weer uit. En, zoals je naar Durgendam toe reed en dan over de Schellingwoude brug heen. Langs het Buitenei. Ja.
leuk hoor. Ja. Zo kort achter me, die keertje per ongeluk in moet hebben. Er zit er eentje in met 6 minuten in achteruit. Zie je, er is daar inderdaad ook een heel stuk bijgebouwd, ja, een heel dak. Een dak En wat gaat er nu in je om, Paul? Dat ik hier ook nog een keer met een brommetje naartoe ben gereden, dat er zoveel mist was dat ik alleen maar langs de witte strepen kon rijden. Want toen woonde Vincent er al, na Paul en Lisbeth. Dat en, weet ik nog. En je houdt vol dat je niet gedronken had? Ik houd vol dat ik niet gedronken had. Ik was toen 16 denk ik net, dus nee. Dat okay. Klopt echt wel, denk ik. Dat, En heeft u nog een levensmotto? Ja, soepen en poepen naar de centen kroepen. Ja. Dank u wel. Ja. Er waren twee huizen aan elkaar gekoppeld. Nou, toen we weggingen uit Durgedam, toen hebben we hier serieus naar hier aan het einde rechts naar een huis gaan kijken. Ja, ik denk dat het ook weer aan het einde van Amsterdam. Ja. Zo kom je er volgens mij niet. Je rijdt echt een hele ronde. Nou, op de kaart valt het mee. Je kunt nu ook niet meer dat tunneltje onderdoor dan, bij de Houtweg? Volgens mij niet meer. Liefst van Thijs de Houtweg. Waar staat jouw hand? Nee. Niet meer doen, hè? Wel. Denk eraan, hè? Voor het feit dat ze 30 jaar oud.
Ik weet niet hoe oud de paard is. Ik weet niet wat de leeftijd is van de gemiddelde Bernese paard. Ik heb er een van 34 voor. Je kent ze misschien wel. Zouden we binnen wat mogen vullen? Ga binnen. Stinkt dat al? Willem. 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 Willem heeft een prachtige kont, hè, Max? Hey Willem. Ja, hey. Nou, als ze even op jouw rug gaat zitten, Paul. Ja, dan mag je. Ga je rondje nog leren door de pak. Hier heeft Saskia een boek aan. Wat zeggen ze dan altijd? Ja!
Dus we hebben uiterste best gedaan. Hè? En als je de komen langs wil gaan laten, dan laten we het even uit. Dat gaat wel een hoop doen. Als je het in de lijn vanuit hier tot heel. Het is wel jammer dat dat hier niet. Ja, dan wordt dat wordt stations weg. Ja. En dan moet je straks. Nou, dit vind ik niet helemaal. Barendstein. Barendstein. En wat moet hier staan? Nou, straks pas, hè? Straks, ja. We gaan nu, hier ga je nu het centrum echt in, eventjes. De uitverkoop die echt met alles voor een appel en een ei, hè? Een appelkrats. Ja, nee. Ja. Moet je dus een appel meenemen of een ei of zes appelen. Als je de Nassau naar ziet aan je linkerhand, dan kun je daar op een gegeven moment in. Daar is aanlichten. Ja, maar. Je hebt zo naast. Ja. Wil je dat knipperlicht uit doen, joh? Sukkel. Ja. Ja, ja, dit is de molenweg. Ja. Moet je daarin? Ja, ja tenminste ja. Daar nou, is het ziekenhuis. En dan moet je eigenlijk. Kijk, hier heeft ook steek. Was familie, is toen ze overleefd? Is dat huis toen verkocht? Of, Van grootvader, ja. Nou, dat was Jokersteen of Jokers. Die schrijfster ook. Schrijfster, ja. Dan zou het dus hier naar links moeten zijn. Kijk, maar hier, staan hier, hier mag je niet in rijden. Laat ik ze maar meenemen. Ja. Scholen. Wat was het? Barendse scholen. Barendse school. Vereniging. Vereniging? Ja. Barendse schoolvereniging. Nou. Ik kan op tweede zitten. Leuk. Ja. Hier bepaal al die leraren en leren echt het leven zuur. Helemaal op tilt. Ja, dit zal het inderdaad wel zijn. Dat is echt een oude school. Ja. Vinden jullie de school wel leuk bij Paul Wolters op de CT? Ja. Wel een mooie school, hè? Een beetje achter, ja. Is een paard nu? Is dat nou? Ja, het is wel een verboden toegang. Ja. Waar? Waar? Verboden toegang. In ieder geval staat er een verboden toegang. Thank you.
maar Liesbeth kwam altijd van de verkeerde kant af. Ja. Ja, de kant op wel. En zeker geluiden maken. Oh, Liesbeth van me. Oh, ik blijf altijd bij jou. Ook als ik van mee kan trek. Oh, natuurlijk, schatje. Oh, ik ben zo verliefd. Twaalf? Het ook light. Ja. Jullie ook ijs? Nou, zegt u maar, wat wilt u mevrouw? Doet u mij maar een broodje frikandel. Dat hebben we hier niet. Nou, en wat heeft u dan wel? Heb je bijvoorbeeld op een zaterdagmiddag of zo? Ja. Ja, of heb je dan, moet je dan al zwemmen, dansen, viool spelen, tennissen en of turnen? Paardrijden. Paardrijden. Nee. Dus op een zaterdag. Nou, welke zaterdag zullen we dan doen? Welke zaterdagmiddag? Dat je om een uurtje of twee komt of zo? Is dat...